Goedemiddag, we gaan gauw beginnen. Ik ben 2 minuutjes later, excuses hiervoor. We zijn bij de Van Waarningstraat 6. Ik hoop dat ik goed te horen ben. Willen jullie even een vind ik leuk of duimpje omhoog doen op het moment dat ik goed te verstaan ben? Dan ga ik rustig verder. Mocht ik nou niet te verstaan zijn, dan hoor ik het uiteraard graag. Van Waarningstraat 6, leuk straatje in Bleiswijk. Woningen zijn hier gebouwd in 1930 op volle eigendom. Ik loop even naar de achtertuin. Beginnen we even lekker buiten. Lopen door het halletje via de bijkeuken naar de achtertuin. Dat is ook de entree van de woning aan de achterzijde. Dat is een schuifhekje. Kunt u vanuit de voorkant van de straat zo naar achteren lopen. Ik zie duimpjes omhoog komen, dus ik begrijp dat ik goed te verstaan ben. Diepe tuin. Hier vanaf de achterkant van de woning is die 17 meter diep. Hij ligt op het noorden. Maar achter in de tuin uiteraard voldoende zon. Omdat die zo diep is, is er altijd wel een plekje in de zon te vinden. Loop even door naar achteren langs de schuur. Die is later aangebouwd. Hier aan de achterzijde een hobbykastje. Ik heb de deuren vast opengeschoven. Deze gebruiken zij voor wat extra opslag van spullen. Dakpannen die over zijn. Even naar de schuur. Hier is nog een deur die is afgesloten, zodat er niet vanuit de hobbykast van buiten, omdat op de hobbykast zit geen slot, kan er niet naar binnen gelopen worden. Maar er is wel een toegang naar de hobbykast. Er kunnen veel spullen opgeslagen worden. Dat is de aanbouw, de bijkeuken. De woning is volledig voorzien van dubbel glas. Alleen de twee openslaande raampjes in de dakkapel en van de schuur, dus het raampje, is enkel glas. Nou, we zijn weer lekker binnen. Warm is de bijkeuken. De bijkeuken is de opstelplaats voor de wasmachine, de droger en voor de cv-ketel. Cv-ketel variant. Bouwjaar is 2015. En hij is in eigendom. Een grote schuifdeur, kastenwand voor extra bergruimte. Van deze ruimte kan natuurlijk ook met gemak een extra kamer gemaakt worden of de keuken die je hierin plaatst. Er zijn vele dingen mogelijk met deze woning. Je zou hier ook inderdaad de slaapkamer en de badkamer is hier de deur recht tegenover. Dus dan heb je eigenlijk alles op de begaande grond. Maar ook een kantoortje of praktijkruimte zou natuurlijk prima kunnen hier in de bijkeuken. Nou, middels de tussendeur komen we in de hal. Een extra zijraampje, waardoor er gewoon voldoende daglicht ook hier binnen valt. Hier hebben we een garderobekast. En een voorraadkast.
De voorraadkast is ook de meterkast. Die zal ik eventjes laten zien. Die is al vernieuwd, 13 jaar geleden. 6 groepen, aardlek schakelaars, slimme meters. Dan hebben we hier de badkamer. Deze is gedateerd. Moet ook echt opgeknapt worden. Het is echt een superleuke woning om helemaal naar eigen smaak en indeling en wens te moderniseren. Ideaal voor een starter. Om er een mooi paleisje van te maken. Hier hangt een toilet. In deze ruimte zit ook een mechanische ventilatie. Of afzuiging. Douchecabine. En een wastafel. Ik krijg de vraag of dat het mogelijk is om de badkamer op de eerste verdieping te plaatsen. Dit is mogelijk. Als ik kijk naar vergelijkbare woningen, of dezelfde woningen hier in de straat. Er zijn erbij die hebben ook de badkamer gewoon boven. Er moet natuurlijk wel wat gedaan worden qua aansluiting uiteraard. Maar dit is gewoon mogelijk. De woning heeft houten vloeren. Dus dit is ook wel gemakkelijk te realiseren. Via de hal komen we binnen in de keuken. De keuken is in 2008 geplaatst. Een beetje last van tegenlicht. Alles zit er eigenlijk in. Vaatwasser op het hoekje. De oven. Vier pitsen gasplaat. Via de keuken komen we in de woonkamer, aan de voorzijde gelegen. Ligt een laminaatvloer. De eetkamer. Het energielabel van de woning is energielabel D. Het zijn allemaal hardhouten kozijnen. Dubbel glas. Hier aan de voorzijde bij de woonkamer is de elektrische zonwering. Dit is op het zuiden. Dus die is in de zomermaanden wel nodig. Een extra raam aan de voorkant bij de eetkamer. Lopen we weer richting de keuken. Ik zal nog even kijken of ik een overzichtshot kan geven. Haard in de hoek. Zo, zijn we weer in de keuken. Dan geeft de linker deur geeft toegang tot de kelder. Loopt echt nog wel eens wel een stukje door met een zijraampje. Oh. Zo, gaan we de rechterdeur naar boven. Nou,
het is een jaren 30 gebouwd, deze woning. Dus het is echt nog geen luie trap. Dat was er toen nog niet. Dus het is een steile trap. We komen op de overloop. Drie slaapkamers. Ik begin even bij de master. Voorzien van laminaatvloer. Een dakkapel aan de voorzijde. Slaapkamer naast, andere deel van de dakkapel. Extra raam aan de zijkant van de woning. Vanuit deze kamer is er ook nog toegang tot de vliering. Middels een losse trap. Het is echt een bergvliering, dus je kan er niet op lopen. Het is niet hoog, maar wel ideaal om spullen op te slaan. Nou, de slaapkamer aan de achterzijde. Dit is eigenlijk de grootste kamer. Die heeft een dakkapel over de volledige breedte. Hier is er nog toegang, een tussendeur eigenlijk, naar de master. Bedroom, de slaapkamer aan de voorzijde. Hier hebben ze nog een inbouwkast van gemaakt. Nou, hier zien jullie ook de aansluiting in deze slaapkamer qua water en afvoer. Je zou natuurlijk de mogelijkheid hebben om dan deze slaapkamer iets kleiner te maken. We kunnen op de plattegrond zien wat de maten zijn en hoe de indeling nu is. Om hier eventueel vanaf de koof, de inbouwkast aan de rechterkant misschien een badkamer te maken. In de dakkapel zit een deur naar het dakterras. Ik maak hem even open. Even een overzicht van het perceel. Perceel is in totaal 211 vierkante meter. Er zit een stukje voor aan de voorkant en het grootste gedeelte natuurlijk aan de achterzijde van de woning. Dan zijn we weer op de overloop. Nog een bergkastje aan de bovenkant. Boven een trapgat. Ik zal nog eventjes aan de buitenkant naar de voorzijde lopen van de woning. Zodat ik die ook kan laten zien. Mocht u al een afspraak hebben staan voor deze woning, en die staat dus op vrijdag 14 januari of zaterdag 15 januari, en niet meer geïnteresseerd zijn na het bezichtigen van deze woning, of na het zien van deze video, laat het dan eventjes weten. Er is enorm veel animo op de woning, dus ik geef dan graag het plekje aan iemand die wel echt serieus geïnteresseerd is en die wel het idee heeft zichzelf hier te zien wonen.
dan hoor ik het uiteraard graag. Mocht u nog een afspraak willen maken, stuur even een mailtje naar mail@karendejongmakelaars.nl. Mail@karendejongmakelaars.nl. Dan kan ik kijken of ik, dat ik nog even iets kan schuiven of doen om er nog een afspraak bij te zetten. Ik zit namelijk echt behoorlijk vol. En misschien heb ik wel naar aanleiding van deze video een uitvaller van afzegger. Dan kan ik u vanuit de reservelijst ook weer een afspraak aanbieden. Dan kan ik contact met u opnemen. We lopen eventjes naar de voorzijde van de woning. Dan laat ik het straatje even zien. En de voorzijde van het huis. Nou, dat is de zijgevel. Het zijraampje boven in de slaapkamer. En dit is het raampje in de kelder. Wat ik heb laten zien. Het straatje. Als je hier omhoog loopt, dan kom je in de Dorpsstraat terecht met de winkels in Bleiswijk. Hier staan allemaal vergelijkbare 2-onder-1-kap woningen, waar er door de jaren heen ook wel een aantal van verkocht zijn. Hier zie je aan de voorkant de dakkapel. Je ziet dat er nog wel een mogelijkheid is om groter te maken, maar dit moet wel via de gemeente lopen. De dakkapellen zijn eigenlijk aan de voorkant allemaal eender qua formaat, niet over de gehele breedte. Mocht u nog geen afspraakbevestiging hebben gehad, want ik zie deze vraag voorbij komen, dan kan het zijn dat die in de spambox zit. En ik zal het zo meteen voor u nog eventjes nakijken of dat er... Misschien klopt dat hij niet verzonden is, maar in principe zijn alle bevestigingen van degene die een afspraak hebben staan voor de vrijdag of de zaterdag, die zijn bevestigd. Misschien dat hij in de spam terechtgekomen is. U krijgt ook sowieso nog een reminder van de afspraak voor vrijdag of zaterdag. Ik hoop dat alles duidelijk is. Mochten er vragen zijn, stuur maar gerust een mailtje. Dan beantwoord ik deze vooraf aan de bezichtiging. En voor nu hoop ik dat ik jullie enthousiast heb gemaakt voor deze woning. Super leuk om hier je eigen plekje van te gaan maken. En het karakter van de jaren 30 woning, ja, daar moet je natuurlijk echt van houden. Het is allemaal eventjes wat ouder, wat kleiner als de standaard nieuwbouwwoningen die nu gebouwd worden. Maar dat geeft ook wel iets, een woning met karakter. Ik hoop dat alles duidelijk is. Ik wens jullie een hele fijne dag en misschien tot horens. Tot ziens!